Huis te Merwede is een voormalig middeleeuws kasteel en heeft een belangrijke, hoge historische waarde voor Dordrecht. Het ligt vrij afgelegen tussen de Dordtse gevangenis en de gelijknamige rivier de Merwede. Het is een van de oudste kasteelruïnes in Nederland, waar vanaf 1299 stapelrecht en tolgeld werden geheven. Het stapelrecht hield in dat goederen die langs de stad werden vervoerd, eerst in de stad moesten worden opgeslagen en daarna werden verkocht. Vele havens, gebouwen en straatnamen verwijzen nog naar die tijd. Daniël IV van de Merwede ging na de bouw het huis bewonen. Hij had zijn woning in de stad Dordrecht verlaten om buiten de stad te gaan wonen. Het eerste huis te Merwede was een vierkant kasteel, de vorm die in die tijd veel gebruikt werd door de hoge adel. Bij een grote overstroming in de 14e eeuw werd het zwaar beschadigd. Het tweede huis te Merwede werd tussen 1375 en 1400 herbouwd, op de fundamenten en met de stenen van het eerste huis. Tot aan het beleg van Dordrecht in 1418 werd het huis beheerd door de familie van der Merwe. Tijdens het beleg van Dordrecht in 1418 werd het huis ingenomen door Jacoba van Beieren. Het diende als uitvalsbasis voor de pogingen tot inname van de stad Dordrecht. Jacoba van Beieren streed met haar oom Jan de VI van Beieren om de verdeling van de erfrechten. De stedelingen wisten echter Jacoba en haar volgelingen te verjagen. Zij verwoesten het huis gedeeltelijk. 3 jaar later, tijdens de Sint-Elisabethsvloed, de grote watersnoodramp op 19 november 1421, werd het restant vrijwel volledig vernield. Als gevolg daarvan bleef het huis deels onder water staan. Van eventuele toekomstige bewoning van het huis kon geen sprake meer zijn. Delen van het huis werden door de stedelingen tot aan de waterspiegel afgebroken en de materialen van de ruïne werden gebruikt voor bebouwing in de stad Dordrecht. Deze plundering van materialen ging lange tijd door. Alleen het restant van de heden ten dagen zichtbare toren is blijven staan. Pas in het begin van de 20e eeuw werd het omliggende land ingepolderd. Het belang van het huis te Merwede ligt vooral in het feit dat het onderdeel is en was van het landschap rond de stad Dordrecht. In 2010 werd besloten om het terrein en de ruïne op te knappen. Met behulp van oude stoepranden werden de fundamenten van het volledige huis te Merwede zichtbaar gemaakt. De bezoeker kan nu een indruk krijgen hoe groot het huis te Merwede vroeger is geweest.